Ja, Vitesse speelt 6 wedstrijden in januari. Nou, en als ze er 5 winnen, schat ik in dat ze alweer zeker in de top 3 staan. Maar misschien zelfs al bij de eerste 2. Want de concurrenten moeten allemaal tegen elkaar. En die gaan sowieso punten verspelen. Vitesse heeft een stabiele eerste seizoenshelft gedraaid. Weliswaar 3 keer verloren, maar toch uitstekend gedaan natuurlijk. Ze staan er kort bij. En de traditionele top 3 gaat in januari tegen elkaar spelen. En de verwachting is dat ze punten van elkaar gaan afsnoepen. En daar zou Vitesse in de maand januari wel eens heel goed van kunnen profiteren. En Vitesse heeft een relatief makkelijker programma. Maar het is natuurlijk nog wel afwachten of Vitesse de vorm kan volhouden die ze in het eerste halfjaar hebben laten zien. En als dat lukt, dan gaan ze wel in die top 3 staan aan het einde van januari. Ja, iedereen praat over Tanane en Bazour, maar een hele belangrijke factor is ook verdediger Jacob Rasmussen. Ontzettend stabiel en ook heel belangrijk in de coaching bij Vitesse. Ik zou Sondre Tronstad willen noemen, de Noorse middenvelder bij Vitesse, die heel veel ballen onderschept en ook belangrijk is in het druk zetten waar Vitesse natuurlijk een symbool voor staat dit seizoen. En ook Remco Pasveer, de keeper, die lijkt alleen maar in zijn nadagen beter en beter te worden. En Danilo Doeki, de verdediger, die bijna alles heeft gespeeld. En niet te betrappen is eigenlijk op fouten en heel solide en sterk oogt. Eerst kijken we even naar de backs Elidasa en Maxi Witek. Beiden met een gigantische drive naar voren, verzaken niet en hebben echt een belangrijke taak in dit elftal. En de nummer 9 tot nu toe bij Vitesse. Hij toont zich een ware afmaker en dat had niemand verwacht in Arnhem. Oussama Darfelou. Hij scoort aan de lopende band de laatste weken en is een hele belangrijke kracht.